Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag is maandag 30 augustus en vandaag is de dag that I'm getting my shit together. Vanochtend heb ik niet heel veel gedaan. Het is namelijk nu 1 uur. Ik ben verkouden, dus sorry voor mijn stem als je dat hoort, maar ik kan er niks aan doen. Ik heb vanochtend al gedoucht en de dekbedden in de was gedaan. Of dekbed overtrekken, ik weet niet hoe je dat zegt, zeg maar wat er omheen zit. En het eerste wat ik nu ga doen is een to-do list maken van dingen die ik vandaag ga doen of wil doen. Ik kom er vast niet overal aan toe, maar goed, we gaan eerst een to-do list maken. Dan heb ik even rust in mijn hoofd en dan kan ik gewoon mijn shit gaan doen. Ik vind het zelf altijd leuk om dit soort video's te kijken op YouTube van hoe mensen gewoon hun leven gaan organiseren. Dus ik dacht, waarom niet zelf een video maken? Bovendien helpt dat me ook weer om motivatie te geven om wel dingen te doen in plaats van op de bank te zitten. Oké, ja, ik ga eerst to-do list maken. See you later. Ik heb mijn to-do list gemaakt. Ik ga eerst even een paar dingen doen die niet erop staan. Namelijk even een muziekje aan, want ja, we hebben het nodig. En daarna even deze hoek opruimen. Hè? Want daar zijn mijn verkoudheidsdoekjes. En zoals je ziet heb ik me echt een beetje neergestort hier. En dan ga ik eten, want dat moet ook gebeuren. En dit is mijn to-do-lijstje. Er komen vast nog wel weer dingen bij of zo. Hier. Ja, oké, jullie kunnen me stopzetten als je nog meer wil zien. Waarschijnlijk gaat niet alles lukken, maar ik ga mijn best doen. Ik heb motivatie, jongens, dus let's go. Maar eerst even, muziek heb ik net aangesloten. Dus eerst even deze hoek en dan eten, want ik heb echt nog niks op gehad. Zo, ik heb nog niks gegeten vandaag. Oké, zoals jullie zojuist hebben gezien, heb ik even die hoek opgeruimd. De laptop stond eerst daar, maar... en nu heb ik zojuist brood gemaakt. Yes! Ik heb een klein beetje boter gedaan. Ik ben sowieso wel van boter, maar goed, hij was bijna op. Bovendien, boter met worst is een beetje... Ik weet niet. In ieder geval, dit is Gelderse worst. Ik heb dit weer even herontdekt, dus ik heb nu een fase. Echt super lekker. En gewoon limonade. Alleen, ik deed net even die koelkast open. Kijk wat ik zag liggen. Oeh, it's hard to resist. Ik heb er ongeveer één op, want er staat er 5 in. Maar goed, ja, ik heb zojuist brood gemaakt, dus ik gun mezelf later wel een donut. Maar eerst ga ik dit chappen. Oké, ja, er zijn 3 dingen bijgekomen. Namelijk een vaatwasser uitruimen. Een foto's mobiel. Ik moet even mijn foto's van mijn telefoon op mijn laptop zetten, want er staan echt 2000 foto's op van de vakantie, letterlijk. En foto's op Instagram, daarmee bedoel ik gewoon opgeslagen foto's uitzoeken, aangezien dat echt een rotzooi is. Ik ga eerst even mijn armbandje eraf knippen, dat is deze. Ik heb hem op vakantie gekocht, vorig jaar. En we zeiden, als we deze vakantie nog iemand zien die armbandjes verkoopt, dan kopen we een nieuwe. Maar ik had deze besteld, de AliExpress. Hij is hier al kapot, maar oké. Ik kan hem nog steeds dragen. Dus ik ga deze eraf knippen. Dus rest in peace, my friend. Dus ja, toch een beetje zielig, want ik heb dit armbandje echt een jaar om gehad. Maar goed, ik ga hem eraf knippen. Rust in vrede. Oké, ik ga als eerst naar de H&M. Ik heb hier letterlijk echt in de tasje alleen een wc-rol voor mijn neus. Mijn portemonnee en mijn sleutels. Ik wil eerst nog even een verhaal vertellen. Want ik heb nieuwe schoenen gekocht. Oké, ja, dit ziet er niet uit, maar het zit toch wel in mijn broek. Ik had deze eergisteren gekocht. Ik wilde al een soort van lookalike Dr. Martens. Want die zijn fijn en die kunnen ook onder een rokje of zo. Dus ik had eindelijk goede gevonden. Het duurde even, maar toen liepen we van haren in de stad. En toen waren ze meteen goed. Dus ja, deze doe ik nu aan. En deze schoenen zijn namelijk gewoon echt dood. Deze, die roze... Ja, die kunnen op zich nog wel, maar ja, deze heb ik ook al 2 jaar. En die All-Stars, zitten die hier? Ja.
excuse me voor deze doos, maar we hebben nog geen schoenenrekje. Deze is dood. De zool is kapot. De binnenkant is kapot. Dus ja, in ieder geval blij met deze. En dan wil ik eigenlijk nog iets van een witte sneakers, die ook overal onder kan. En misschien ook nog iets van een Allstar of zo, want dat vind ik wel leuk. Ja, ik laat even zien wat ik wil kopen. Want ik wil zo'n wit gebreide crop top kopen. Ik heb ook zo'n zwarte, maar die witte, super basic, maar past echt overal bij. Die ga ik gewoon alsnog kopen. Also, deze broek is ook van H&M. Die is ook nieuw. Want we gingen shoppen in de vakantie. Oh ja, ik ga nu. Ik ga. Kippies. Oh. Oh, Velo. Heb je een ei gelegd? Sowieso niet twee, dat kan echt niet. Oké, wacht. Ja. Die leg ik nog even binnen als ik terugkom. Als ik terugkom, geef ik jullie even eten. Oh no, she's gonna fly. Oké, naar de H&M gaan. Is gelukt. Normaal doe ik een krulletje, dus ik ben echt teleurgesteld dat ik nu ineens dit doe. Ik weet niet wat het is. Check je of zo. Ik heb letterlijk niet in de serum hoeven te gebruiken. Ik heb het al gehad tot een hele verbetering met gisteren. Aangezien ik gisteren echt constant gewoon aan het doekje zat. Ik bedoel, dit is wat alleen van vanochtend al, hè. Ik heb wel echt moeite met ademhalen, though. Ik zal het mezelf filmen. Ja, het is 18 graden. Ik dacht, zal ik een jas aan doen? Maar toen dacht ik, nee, doe maar niet. Want ik heb best snel heet. En dat was een goed idee. Want dat is een soort van gek. Benauwd, ik heb het alsnog best wel heet. Dus ik heb het niet echt super heet, maar ik heb het wel warm. Oké, ik ga nu eerst even die was ophangen, want die moet vandaag droog zijn. En dan gun ik mezelf een donut en ga ik foto's uitzoeken van mijn telefoon. Het almost killed me. Ik heb een raam opengezet zodat het iets sneller droogt en om zuurstof te happen. Oeh, ik moest net ook niezen, man. Het was zwaar, letterlijk. Ik ben helemaal benauwd, mijn mond is helemaal droog. Dus ik ga nu even een limo drinken en een donut eten. Dat. Yes. Ik ga foto's van mijn telefoon halen, dus dat kan ik even niet filmen. Want ik film dit allemaal met mijn telefoon. Het is nu 14:37. Even een update. Het is nu 15:51. Ik ben even aan het plannen. Want ik had net een mailtje van de mentor gekregen. Hashtag run. Voor een mentorgesprek. Dus daarvoor moest ik blijkbaar iets uitprinten. Wat ik dus niet had gedaan, obviously. Dus dat moest ik even uitprinten. Die foto's ben ik nog steeds mee bezig. Ja, dat duurt best wel lang. Ondertussen heb ik de vaatwasser uitgeruimd. Al die foto's aan het overzetten was. Dus ik ga nog steeds foto's overzetten. Normaal doe ik het per maand. Maar aangezien het nu vakantie was. Ja, heb ik het echt al dus 2 maanden niet gedaan. Dus in plaats van 1 maand doe ik 2 maanden. Dus het duurt wat langer. Maar goed. Even kijken naar die ding. Ja, als ik even gepland heb. En dan mailtjes heb gereageerd en zo. Dan ga ik mijn bureau en boek opruimen. En dat laat ik alweer zien. Dus.
I am done. Ik ben klaar met deze kast. Het was niet dat het deze helemaal opgeruimd moest worden hoor. Maar gewoon even deze dingen weer daar naar boven. Want hier moeten al die nieuwe boeken die hier nu liggen. En dat spul lag eerst allemaal daar. Dus dat past allemaal niet. Maar nu heb ik hier weer schriftjes. En ik heb niet allemaal nieuwe schriftjes. Deze kan ik allemaal nog gebruiken voor future. En dit zijn al die boeken. Dus hier kan mijn laptop dan zo liggen. Ja, dat was het. Nu ga ik mijn bureau opruimen. Dus daar gaan jullie ook weer een timelapse van zien. Zag heb ik gestofzogen, mijn bureau opgeruimd, de kast opgeruimd. Ik kon dat ding van die stofzuiger niet vinden, zeg maar gewoon die stang, dus ik moest even bukken. Maar goed, ik heb vooral een beetje mijn kamer gedaan en een klein beetje de gang, maar ik heb een poging tot stofzuigen gedaan. Ik had geen zin om mijn moeder helemaal te bellen op haar werk voor een stofzuigerding. Oh. Ik ga nu een mail sturen naar die mentor, want ik had gezegd dat ik dat vandaag zou doen. Ook hoeft het pas 3 september, maar nou heb ik dat gedaan. Wat ik bij mijn lijstje heb geschreven is foto's uitzoeken. Ik wil een paar foto's uitprinten en dan opplakken van vakantie. Dus dat hoeft echt niet af, maar ik ga even beginnen met je daaraan. Ik zal even laten zien wat ik nu heb gedaan. Ja, ik ben trouwens krulletjes gaan zetten. Maar ja, ik heb dus alleen nog niet getekend, want ik wil mijn tekening verder afmaken. Die mailmentor ga ik nu doen. Boekverslag. Eigenlijk wil ik alleen even een samenvatting daar maken. Ik hoef niet meteen heel dat ding, maar dan heb je gewoon een beginnetje. Pennenbakje, ik wilde zo'n pennenbakje versieren. Ja, dat heb ik ook nog niet gedaan. Mijn foto's Instagram heb ik ook nog niet uitgezocht. En ja, dagboekfoto's. Ja, dat wil ik dus even gaan doen. Dus ik ga nu een mailmentor en dagboekfoto's doen. En daarna ga ik waarschijnlijk weer wat eten pakken, want ik heb honger. Telefoon zit even aan de oplader, maar ik heb letterlijk alleen in die tijd een mail geschreven. Weet je hoeveel er in die mail moest staan? Ik ben letterlijk 5:12 begonnen en het is 4:15 en ik ben klaar. Maar goed, ja, ik heb het gestuurd. Blijkbaar is dit een soort van concept en dan ga ik nog met je mentor bespreken en dan wordt het een definitieve versie. Terwijl ik denk, het is een mail. Hoe bedoel je definitieve versie? Maar oké. Okay. Ik ben een beetje suf nu. Er zijn mensen buiten op steigers. Ik ga nu even wat eten en drinken pakken. Ja. Ik heb heel veel verhaal over wiskunde geschreven. Over hoe slecht ik daarin ben. Ik ga zo dan nog even die foto's uitzoeken, maar het was lang. Bro, deze mail, wat de heck? Echt, waarom verzint school altijd dit soort shit? Oké, ja, ik ga nu even wat eten pakken. Wat ik al 3 keer heb gezegd, dus let's go. Also, die timelapse die ik heb gemaakt, ga ik letterlijk inkorten. Omdat de timelapse zo lang is en er niks gebeurt. Zo lang heb ik gewerkt in die mail. Oké, ja, ik ga weg. Prima, maar even een zoet drankje. 1 chocolate chip cookie. Ja, dat is niet echt iets gezonds. En, ik heb geen zin om meteen vol te eten. Oké, het is nu 9:09 en ik ga nu mijn foto's van Instagram uitzoeken en een ijsje eten. Trouwens, ik heb ook al helemaal avond gegeten en zo, maar ja, dit is nu wat ik ga doen. Hoi, ik maak nog even een eindvideo. Ik heb Instagram foto's uitgezocht, daarna was ik gestopt. Het is nu iets van 11:00 of zo. Ik zal even laten zien wat ik allemaal heb gedaan nog of wat ik nog zou moeten doen. Ik heb dat notitie
briefje. Notitiebriefje allemaal. Even in mijn agenda gedaan. Maar ik heb eigenlijk best wel veel gedaan. Was opgehangen. Douchen had ik al in de ochtend gedaan. Maar wilde ik even opzetten voor het idee. Alleen ben ik geweest. Bureau heb ik opgeruimd. Armbandje heb ik afgeknipt. Ik heb gepland. Ik heb mijn boek opgeruimd. Tekens laten een rondje omheen. Dat ga ik wel morgenmiddag doen of zo. Ik hoef toch niet zo heel lang naar school. Mijn mentor heb ik gestuurd. Duurt best wel lang. Boekverslag. Ik heb niet de hele samenvatting gemaakt die ik misschien zou willen maken. Ik heb hier nogal een begin gemaakt. En ik snapte dat boek niet helemaal. Dus ik ben trots op mezelf dat ik al gewoon een begin heb gemaakt. Pen en bakje. Ik wilde zeg maar een lint doen om zo'n glas. En dat is dan cute. Stofzuigen soort van gedaan. Nu is in ieder geval wel schoner dan dat was. Vaatwasser gedaan. Foto's, mobiel heb ik gedaan. Die was ook best veel werk. Foto's, Instagram. Ja, heb ik half gedaan. Ik heb er al een ding omgezet, maar het is nog niet klaar. Maar ik heb wel een stuk gedaan. Dagboekfoto's heb ik ook nog uitgezocht. Niet uitgepind of zo. Moet kijken naar de grootte nog. Maar in ieder geval een groot gedeelte gedaan. En verven, ja, dat stond eventueel erbij. Dus ja. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik vond het gewoon altijd leuk om zelf te maken. Want ik vind het motiverend voor mezelf. Eigenlijk, ik heb mijn haar trouwens de hele dag soort van per ongeluk expres in een knot gehouden. Omdat het nu toch steeds een beetje een soort van die douche ding heeft. En expres omdat ik gewoon lui ben en gewoon niet wil strijden. Maar dit is mijn natuurlijke haar als ik het net uit de knot heb gehaald. Bij de volgende video zie ik jullie. Oké. Okay. Zo, voice crack. Oké, doei.